Ja, ik leef hier met vreemde mensen om me heen. Mensen die komen en gaan. Ik luister naar hun verhalen. We delen een paar dagen met elkaar. Ik ben blijkbaar iemand aan wie ze luisterende oren zien. Over demente moeder, kind aan de drugs, scheiding. En over mezelf hoef ik niet veel te vertellen hoor. Nee, joh, ik ben tevreden met mijn leven. Hoe mijn zoon het doet. Maar toch. Ja, we waren verliefd. We waren net samen. We wilden alles van elkaar weten. Nou heb ik het allemaal verteld. Ja. Hij was daarna lang stil. Pas de volgende dag vroeg hij aan me of ik dan niet wilde weten hoe het met haar ging. En of ze het goed had in haar leven. Die vragen vond ik lastig. Ik weet dat zij bestaat. Zij weet dat ik besta. Maar wat kunnen we er verder mee? Ja, waarmee zadelen we elkaar op als we ons best gaan doen iets voor elkaar te betekenen? Ik ben haar moeder niet. Ja, natuurlijk ben ik dat wel, maar ook weer niet. Zij is groot geworden bij iemand die haar moeder werd. Misschien wel een prachtige vrouw. Misschien wel de beste moeder van de wereld. Maar zij ook niet, hè? Zij heeft ook niet haar best gedaan. En het is niet voor niets, hè, dat ze dat niet deed.